Stanley Elbers, ze zeggen wel eens, het is bij Excelsior nooit crisis, maar na zo'n reeks slechte resultaten, hoe zou je de gemoedstoestand hier willen omschrijven? Zeker niet als een crisis. We hebben een goede start gehad, nu zit het een beetje tegen, maar ik voel geen crisis in de groep, hoor. We zijn niet in paniek ofzo. Voel je wel iets anders ten opzichte van het begin van het seizoen, toen het heel erg goed ging? Ja, je merkt dat we ermee zitten als groep, dat we geen punten halen, maar zeker geen crisis of een slechte sfeer in de groep, dat zeker niet. Waar ligt het aan volgens jou? Er wordt weinig gescoord, er wordt niet gewonnen. Hoe moet je uit dat dal komen? Ja, gewoon met elkaar blijven werken, dat sowieso. En probeer hetzelfde te doen als in het begin van het seizoen. Hard te werken met elkaar. En dan moet het wel goed komen. Komende zondag uit tegen FC Utrecht. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, wordt Utrecht uit altijd zwaar. Maar ik denk dat iedere wedstrijd wel zwaar is. En wat ik ervan verwacht, dat we ommekeer gaan maken, dat we gaan winnen. Met Stanley Elbers in de basis? Dat hoop ik wel. Ja, want je speelde niet tegen Ajax bijvoorbeeld. Daarvoor speelde je wel, dan weer niet. Ga je spelen? Ik weet het niet. De trainer heeft nog niks bekendgemaakt. En voor een blessure speelde ik gewoon in de basis. Nu is het wel niet, wel niet. Dus ik hoop dat dat ook weer verandert. Maar ja, dat zou mijzelf om te bewijzen natuurlijk. Jullie zouden in theorie na dit weekend de laatste kunnen staan. Is dat nog iets waar je waarde aan hecht? Of kijk je nog niet naar de ranglijst op dit moment? Nee, tuurlijk niet. Het is nog lang niet het einde van het seizoen. Ik denk dat je dat pas over een hele lange tijd moet doen. En ik hoop dat we dan daar helemaal niet meer staan. Wat zijn voor jou de aanknopingspunten dat zondag inderdaad die ommekeer kan plaatsvinden? Ja, ik denk dat dat iedere week kan gebeuren. En waarom nu? Ja, ik weet niet. Er is veel gepraat. Iedereen weet wat er moet gebeuren, dus ja, ik denk dat het gewoon nu moet gebeuren. Toch komt er voor jullie ook wel een zwaar programma aan, hè? Hebben jullie misschien de wedstrijden waarin jullie punten moesten pakken, hebben jullie het daar misschien laten liggen? Ja, dat kun je wel zeggen. Natuurlijk Go Ahead begon het. Die moesten we winnen, hebben niet gewonnen. En ja, zo verder. Maar ja, ik denk dat je iedere wedstrijd gewoon op zich moet kijken. En dat wij iedere wedstrijd moeten proberen te winnen. Maakt niet uit tegen wie. Of het nou lager ingeschat te zijn of niet. Dus ja.